Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat er sneller gevaccineerd wordt, dat alle beschikbare vaccins gebruikt worden. Nu alles goed loopt en Pfizer garandeert dat het tijdig zal leveren, moet dat mogelijk zijn, zegt hij. De boodschap is voorzichtig begonnen. Dat is heel goed. Dat was ook onze uitdrukkelijke vraag van voorzichtig te beginnen. Goed te testen of het allemaal goed werkt. Maar als de start goed genomen is, dan moet men natuurlijk volle snelheid nemen. Dus die vaccins die zouden ons toch wel een beter gevoel geven. Het gevoel dat we dat wij kunnen verder de zorg geven die noodzakelijk is hier op de afdeling. Artsen en artsenverenigingen willen dat zorgverleners in ziekenhuizen en woonzorgcentra eerst gevaccineerd worden. In de Verenigde Staten strijden Democraten en Republikeinen om twee belangrijke senaatzetels. De verkiezing bepaalt hoeveel armslag Joe Biden zal hebben. One state can chart the course, not just for the next 4 years, but for the next generation. En Frankie Verkouteren is voorgesteld als nieuwe trainer van voetbalclub Antwerp. Het is 7:00. Dit is Het Journaal met Annelies van Herk. Een heel goede avond. Welkom allemaal. De overheid wijzigt de vaccinatiestrategie en bekijkt of we toch niet sneller meer mensen kunnen vaccineren. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft de bevoegde taskforce gevraagd om deze week nog met een nieuw plan te komen. De vaccinatiecampagne is voorzichtig opgestart en dat is verstandig. Men heeft eerst goed willen testen of de procedures goed lopen, of het in veilige omstandigheden gebeurt. Maar na deze voorzichtige start is het natuurlijk belangrijk dat de campagne op volle snelheid komt. En we hebben daarom gevraagd aan de taskforce vaccinatie om het plan van aanpak helemaal op punt te stellen en te garanderen dat we echt met maximale snelheid vooruit gaan. Eigenlijk mogen we op een bepaald moment geen vaccins ongebruikt in de diepvries laten liggen. Die moeten allemaal zo snel mogelijk gebruikt worden. Ja, er is enorm veel kritiek op de trage start bij ons. Zo hebben we deze week 4 keer meer vaccins beschikbaar dan dat we er toedienen. Er liggen met andere woorden vaccins ongebruikt in de diepvriezer nu. Een deel daarvan wordt gereserveerd als tweede dosis, maar dan nog hebben we meer dan we gebruiken. Ook artsen vragen zich af waar we op wachten. Zijn we te traag? Die kritiek steekt de kop op. Op 28 december krijgt Jos Hermans als eerste Vlaming een vaccin. Het was een vaccin van Pfizer-BioNTech, waarvan België er 5 miljoen heeft besteld. Ons land krijgt voortaan 87.500 Pfizer-vaccins per week. Maar eind deze week zullen die niet volledig opgebruikt zijn. Er is kritiek dat het allemaal wat sneller kan. Waarom niet massaal beginnen vaccineren? Waarom wachten we? Er wordt gezegd uit voorzichtigheid. U heeft vorige week gezegd, we hebben nog een week tijd. Ik denk met de golf die komt dat we geen week tijd hebben. Vlaanderen begint traag. Met deze week 6.600 vaccinaties. Wallonië geeft 12.000 prikjes, Brussel 4.000. Op een levering van 87.000 dosissen worden er deze week slechts 22.600 gebruikt. Zelfs als je vaccins overhoudt voor een tweede prik, blijft er dus nog veel capaciteit over. Volgens de Taskforce Vaccinatie loopt alles volgens plan, maar de voorbereiding heeft wel wat tijd gekost. Praktisch logistiek, ook naar alle procedures toe, denk ik dat op dit ogenblik zo snel als enigszins kan gevaccineerd wordt in de woonzorgcentra. Het tempo van inentingen zou de komende weken wel opgetrokken worden. Pfizer zal het aantal geleverde vaccins in februari ook verhogen van 87.000 richting 100.000 per week. En mogelijk krijgt het vaccin van Moderna morgen groen licht van de Europese Unie. Van die producent zullen we wel pas in februari vaccins ontvangen. Feit is dat er nu, bijna 2 weken na de eerste levering van vaccins, amper Belgen ingeënt zijn. Een vergelijking met het buitenland maakt dat duidelijk. Israël, een uitschieter wat vaccineren betreft, heeft al meer dan 14% van zijn bevolking beschermd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk elk bijna 1,5%. Zij zijn allemaal wat vroeger begonnen, meteen op grote schaal, en ze hebben meer vaccins besteld.
Heel Europa samen zit momenteel aan nog geen 0,2% gevaccineerden. Voor België is dat 0,01%. De Britten doen het in Europa dus goed, maar hoe ver staan ze met vaccineren in onze andere buurlanden? Jan Gerits maakt een overzicht. Al bijna een maand geleden, op 8 december, kreeg de 90-jarige Margaret Keenan als eerste ter wereld een vaccin tegen corona. De primeur was voor Groot-Brittannië. Een week eerder had het Britse geneesmiddelenagentschap het vaccin van Pfizer-BioNTech via noodprocedure goedgekeurd en als veilig beschouwd. Pas twee weken later, op 21 december, keurt ook het Europees geneesmiddelenagentschap het vaccin goed. Zowel in Duitsland, Frankrijk en België wordt rond het laatste weekend van december de eerste spuit gezet. Vorige week keurde het Verenigd Koninkrijk ook al een tweede vaccin, dat van AstraZeneca Oxford, goed. Gisteren werd de eerste Brit ermee ingeënt. In een overzicht ziet dat er zo uit. In Groot-Brittannië zijn intussen al meer dan 1 miljoen mensen gevaccineerd tegen corona. In Duitsland zijn het er meer dan 250.000. Maar dan Frankrijk zat in het weekend aan zo'n 500 inentingen. Gisteren zou dat er zo'n 2000 geworden zijn. En in ons land hebben tot vandaag 700 mensen hun eerste spuit gehad. Bij Noorderbuur Nederland staat de teller nog altijd op nul. Daar beginnen ze er, nadat ze de datum vervroegd hebben, morgen pas aan. Zowel in Frankrijk en Nederland is er felle commentaar op het trage vaccinatiebeleid. Wouter Beke, welkom. Minister, Vlaams minister van Welzijn, ook bevoegd voor de vaccinatiestrategie of de uitrol daarvan in Vlaanderen. Ja, ook bij ons is er toch wel wat kritiek op hoe we gestart zijn met die vaccinaties. Zeker als we het gaan vergelijken met andere landen die een vliegende start hebben genomen vaak. Waarom is dat bij ons anders? Waarom moesten wij zoveel proef draaien? Ik denk dat we niet mogen vergelijken met Israël of het Verenigd Koninkrijk, omdat we ons ingeschreven hebben in die Europese strategie. En omdat we dat ook wel op een zorgvuldige manier als een goede huisvader willen doen. Want Duitsland bijvoorbeeld heeft al veel meer gevaccineerd. Dat klopt, maar in Duitsland heeft men ook in die eerste fase een aantal fouten gemaakt en heeft men verschillende ampules moeten verwijderen. Zijn er mensen die verkeerd zijn ingeënt geworden en daardoor in de ziekenhuizen opgenomen geworden? Wij hebben gekozen om als een goede huisvader op een heel zorgvuldige manier te werken. Dat wil zeggen dat we in Vlaanderen 5 woonzorgcentra al hebben gedaan vorige week, dat we er 40 doen deze week en dat we er 400 doen volgende week en de week nadien opnieuw 400. En dat betekent dat we de ambitie hebben om tegen eind januari alle personeelsleden en alle bewoners in de woonzorgcentra in Vlaanderen te kunnen doen. En dat kunnen we doen met de informatie die we vandaag van Pfizer hebben gekregen, namelijk dat zij de verzekering hebben gegeven dat zij zullen leveren. Want tot nu toe hadden we die niet. En dat maakte... Ja, en wat maakt het verschil? Verschil is dat Pfizer gisteren nog opnieuw bevestigd heeft van kijk, als u ons vaccin neemt, dan moet u 2 keren een vaccin toedienen. We hebben ervoor gekozen in ons land om te zeggen we gaan eerst naar de bewoners van de woonzorgcentra. Dat zijn de meest kwetsbaren. Als zij ziek worden, dan maken zij het meeste kans om in onze ziekenhuizen terecht te komen. Om daar dus ook een grote last op die ziekenhuizen te leggen. Zij maken de meeste kans om in de intensive care terecht te komen en ook de meeste kans om te komen overlijden. Die keuze hebben we dus gemaakt. Maar dan mogen we daar ook geen risico's mee lopen en moesten we ervoor zorgen dat binnen de 21 dagen er een tweede vaccin zou zijn. Omdat Pfizer tot en met gisteren niet de bevestiging kon geven of wilde geven dat de leveringen er de komende weken zouden zijn, hielden wij een aantal zaken in stok. Niet alleen wij, ook in Brussel en in Wallonië is dat het geval. Met de informatie die Pfizer vandaag gegeven heeft, is het goed nieuws. Ze hebben voor de komende weken de bevestiging gegeven dat ze zullen leveren, waardoor dat we die stok niet moeten doen. En zoals collega Frank van den Broek ook gezegd heeft, de diepvriezer kunnen leegmaken. Dan kunnen we ook volop die vaccinatiestrategie uitrollen. En dat is ook ten volle onze ambitie. Ja. Blijft wel het feit dat los van de eerste dosis en de gereserveerde tweede dosis, dat er nog vaccins beschikbaar zijn. Het valt ook op dat Vlaanderen vooral er minder toedient. Een heel deel minder, de helft bijna minder dan Wallonië. Waarom is dat zo? Waarom doen wij dat zo traag? Nee, klopt niet helemaal. En ik zal er ook geen gevecht voelen maken van Vlaanderen, Wallonië. Nee, maar het valt op. Mensen hebben vragen over. Ja, maar het is een gemeenschappelijk gevecht tegen het virus. Wij hebben vorige week al 5 woonzorgcentra in Vlaanderen gevaccineerd, proefgedraaid. In Wallonië en Brussel elk 1. Wallonië gaat nu iets sneller, maar tegen eind januari zullen alle regio's in ons land, zal dus ook Vlaanderen de ambitie hebben om personeel
en bewoners in de woonzorgcentra gevaccineerd te hebben, behalve daar waar dat er een massieve uitbraak is, ja, want daar kan het even daar niet. Moet je even wachten. Dus u zegt nu, ik heb je daar straks horen zeggen, eind januari ambitie om alle woonzorgcentra personeel in kluis gevaccineerd dat, te hebben. Dat is de ambitie. Dat is een nieuwe timing dan. En dat hè? Is een nieuwe timing, ja, inderdaad. Want aanvankelijk hadden we voorzien om alleen de bewoners tegen eind januari volledig gevaccineerd te kunnen hebben. Maar nu kunnen we dat ontdubbelen met de informatie, ja, die we van Pfizer hebben gekregen. Dus dat is op zich een goede zaak. Mm-hmm. En er zal overleg zijn nu met de ziekenhuizen om te kijken of dat zij dat logistieke proces aankunnen tegen eind januari. Ja. Wanneer, minister Beke, gaan wij op het punt zitten dat we alle geleverde vaccins, als die volop gaan binnenkomen, meteen ook kunnen toedienen? Is dat ook volgende week al? Wel, dat zal er een beetje van afhangen over welke vaccins dat u spreekt. Pfizer is het eerste, is een belangrijk vaccin, maar is eigenlijk een redelijk technisch en ingewikkeld vaccin. Want het moet op zware diepvriestemperaturen bewaard worden, het moet onttooid worden, het moet met een bepaalde vloeistof mee toegediend worden. Dus dat is niet zo'n gemakkelijke operatie. Er zijn andere vaccins die op lagere temperaturen komen en die dus ook een gemakkelijkere manier van behandeling kunnen hebben. Maar die moeten nog goedgekeurd worden. Moderna bijvoorbeeld wacht op zijn goedkeuring. Het Europees Geneesmiddelagentschap heeft daar bijkomende vragen over gesteld. Wel, het zal ermee van afhangen over welke vaccins dat we spreken. Maar de ambitie is om zoveel mogelijk vaccins zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen. Ja, dat is de bedoeling. Een andere discussie is wie is eerst aan de beurt. Hè? Bij ons zijn dat de bewoners en dan ook het personeel van de woonzorgcentra. Maar de artsen die roeren zich, want die zeggen ja, zij vinden ook dat het zorgpersoneel ook in de ziekenhuizen ook eerst zo'n vaccin moet krijgen. We gaan eens kijken, want we hebben daar een verslag over. Een deel van de medische wereld blijft het vragen. Vaccineer het zorgpersoneel van woonzorgcentra en ziekenhuizen eerst. De oproep komt erna een vaststelling in heel wat landen. Dat er belangrijke epidemieën zijn waarbij het personeel dat zich correct beschermt, dat correct zijn handen ontsmet, maskers draagt, in de periode dat ze nog geen klachten hebben, toch een vector blijken te zijn, een motor achter de epidemie. De hoop is dat gevaccineerd personeel de epidemie niet of minder zal verspreiden. Bovendien wil het zorgpersoneel paraat blijven, zoals hier in de afdeling intensieve zorg van AZ Groeningen in Kortrijk. Sinds maart vorig jaar is er geen enkel kalm moment geweest en dat met misschien een derde golfopkomst. Ze hadden hier dan ook gehoopt om bij de eersten te zijn om een vaccin te krijgen. Ja, dat is een ethische kwestie en wel wat moeilijk om te zeggen wij primeren, maar ik zou zeggen, ja, dat we een heel belangrijke schakel zijn en dat we zo snel mogelijk ons vaccin zouden willen. Ja. Dus je hoopt dat er toch nog een verandering komt in die strategie? Ja, absoluut. Om elkaar te beschermen en om de patiënten te beschermen. Moest hier een uitbraak zijn onder de personeelsleden, onder de verpleegkundigen die deze patiënten verzorgen, dan zou dit bij een derde golf een catastrofe zijn. Hè? Want intensieve zorgen, dat is een hooggespecialiseerde dienst waar niet iedereen zomaar kan bijspringen. De hoop is dat er nog overleg mogelijk is om alle zorgpersoneel sneller een vaccin te geven. De mensen zitten echt wel op hun tandvlees. Hoe minder uitval door ziekte en quarantaine, hoe beter de zorg kan blijven functioneren. Dus daarom vaccineren? Daarom vaccineren, ja. Minister Beke, ze hopen op overleg om toch nog sneller gevaccineerd te kunnen worden. Zit dat erin? Ik heb alle begrip voor die vraag en hun bekommernissen zijn natuurlijk terecht, want zij houden het zorgsysteem overeind en daarom dat gezegd is dat na de woonzorgcentra ook zij als eerste aan de beurt moeten kunnen komen. Maar ze gaan niet sneller inschuiven nu er die wel, mogelijkheden dat, zijn. Dat zal de komende dagen mee voorwerp zijn van bespreking van die taskforce. Maar nog eens, waarom hebben we de woonzorgcentra als eerste naar voren gebracht? En daar was ook iedereen het over eens, omwille van twee redenen. Ten eerste, in de eerste golf hebben we gezien dat zij het eerste slachtoffer zijn geworden. Wie besmet geraakt in een woonzorgcentra, omdat het een collectiviteit is, omdat het over oudere, fragile mensen gaat, maakt het meeste kans om in een ziekenhuis terecht te komen en dus ook de ziekenhuizen te belasten. Dus het is niet alleen voor de woonzorgcentra, maar het is eigenlijk ook voor ons zorgsysteem dat we dat gedaan hebben. Maar daarnaast moeten we uiteraard kijken en als een absolute prioriteit geven dat de mensen die werken in de zorg ook zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. En heb ik nu goed begrepen dat dat ook op de taskforce zal besproken worden of zij ook de komende weken eventueel kunnen gevaccineerd gaan worden? Of is dat te snel gedacht? Dat zal er onder andere mee van afhangen of dat er nog bijkomende erkenningen door het Europees Geneesmiddelagentschap gebeuren en hoe dat die strategie
precies in elkaar kan gebracht worden. Wij moeten een vaccinatiestrategie uitrollen, mevrouw, waarbij dat we moeten rekenen op een aantal onbekenden. Dat is op welke manier, aan welk tempo zullen de bedrijven welke vaccins leveren, hoe moeten die diepvries gevroren worden, enzovoort. Daar zijn we afhankelijk van. En op het ogenblik dat daar een acceleratie in komt, dan moeten we snel en wendbaar kunnen handelen, zoals we vandaag ook gedaan hebben. Ja, en dan heb ik nog één vraag daarover. Stel dat dat echt allemaal op kruissnelheid komt en er komen veel leveringen, zijn we dan ook klaar of gaan we dan ook snel genoeg schakelen? Is het dan ook de bedoeling om bijvoorbeeld ook de weekends, 's nachts, 24 uur op 24 gaan vaccineren? Is dat iets wat Vlaanderen overweegt om dat zo te doen? Ja, dat is een belangrijke ambitie. Maar daarvoor hebben we zeker wat het Pfizer-vaccin betreft ook de ziekenhuizen nodig. Want het zijn de ziekenhuisapotheken die dat Pfizer-vaccin gebruiksklaar moeten maken. Dus daarvoor zijn we aangewezen op diegenen die vandaag ook al zwaar belast zijn. En dus dat zal mee besproken moeten worden met de ziekenhuizen op welke manier dat zij daarvoor kunnen instaan. Dank u wel. Nog veel dat besproken moet worden, maar alvast een versnelling. Dank u wel, minister Beken. De coronacijfers in ons land blijven langzaam zakken. De voorbije week legden elke dag gemiddeld 1582 mensen een positieve coronatest af. Dat is 14% minder dan de week ervoor. En er zijn elke dag 139 mensen met een besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Ook dat is een daling met 14%. In totaal liggen nu 2227 mensen in het ziekenhuis, 463 van hen op intensieve verzorging. Het aantal sterfgevallen tot slot, dat ligt nu op gemiddeld 65 per dag. Dat is nog een forse daling met een kwart. En volgens Steven van Gucht tonen de cijfers dat we de kerstvakantie al bij al goed zijn doorgekomen. Als je de laatste week van de kerstvakantie bekijkt, dan zijn er zo'n 30% minder testen uitgevoerd in vergelijking met de week voor de kerstvakantie. Dus dat verklaart zeker voor een deel dat we een pak minder besmettingen zien. Maar langs de andere kant, de ziekenhuisopnames, die dalen ook. En die dalen consistent. En dat is niet afhankelijk van het testbeleid. Dat geeft toch wel een reële weerspiegeling van wat er gebeurt in de bevolking. En daar zien we toch ook een consistente daling tot nu toe. Straks gaan we mee op ronde met de huisvuilophalers in Gent. Wat ze ophalen vertelt ons veel over hoe we de voorbije feestperiode hebben doorgebracht. Eerste prijzen van huizen en appartementen die zijn het voorbije jaar fors blijven stijgen door de coronapandemie. Huizen zijn het voorbije jaar gemiddeld 5,7% duurder geworden. Dat is de grootste stijging in 10 jaar tijd. Door corona en vooral dan de lockdown was het duurdere segment erg in trek. Huizen met een tuin en appartementen met 3 slaapkamers. En dan hebben we hier de toekomstige bureauruimte eigenlijk, waar we van thuis uit kunnen werken. Volwassen. En zoals u ziet is dan hier het terras eigenlijk met dan de binnentuin die we hier zicht op groen hebben. Toch in coronatijden niet onbelangrijk uiteraard. Michiel Breijs en zijn vriendin hebben zo pas dit appartement gekocht in Sint-Niklaas. Tijdens de eerste lockdown woonden ze elk nog thuis. De coronapandemie heeft de aankoop versneld, maar ze heeft hen ook doen inzien wat ze belangrijk vinden. We zijn op zoek gegaan eigenlijk naar een appartement met een terras, met ook een extra bureauruimte eigenlijk voor thuiswerk. Aangezien dat we alle twee wel een bureaujob hebben, kunnen we daar wel gebruik van maken nu. En dat was eigenlijk onze zoektocht zeer belangrijk. Ja. Veel mensen willen bij een nieuwe lockdown niet te klein wonen. De vraag naar huizen en appartementen die coronaproof zijn, is dan ook groot. Dat wil zeggen dat ze er belang aan hechten om een woning te kopen met een tuin, om een appartement te kopen met een terras of met een extra slaapkamer, omdat thuiswerken en thuis studeren meer de norm geworden is en misschien ook zal blijven. Na de eerste lockdown in het voorjaar was de vraag naar vastgoed in het najaar groot. Veel kopers en veel concurrentie dus, waardoor ze minder konden onderhandelen over de prijs. De verkoopprijs lag steeds dichter tegen de originele vraagprijs. Dat is duidelijk een evolutie die vroeger zeiden al lachend 10% gaat van de prijs. Dit jaar zitten we maar op 4% gemiddeld dat er van de vraagprijs wordt afgedaan om tot een akkoord te komen. Naar het Verenigd Koninkrijk dan, waar ze alles doen in een poging de snel stijgende coronacurve om te buigen. Engeland en Schotland gaan alvast opnieuw in volledige lockdown. Vandaag noteerden ze daar een nieuw record. Bijna 61.000 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen op één dag. Dat heeft ook te maken met de nieuwe Britse variant van het virus, die zeer besmettelijk is. In Engeland, we must therefore go into a national lockdown, which is tough enough
to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home. You may only leave home for limited reasons permitted in law. De lockdown gaat meteen in. De scholen gaan dicht voor de meeste leerlingen en lesgeven gebeurt online. Een deel van de examens wordt geschrapt. Thuiswerken moet als het kan en niet-essentiële winkels moeten weer dicht. Het is de laatste inspanning, belooft Boris Johnson. The weeks ahead will be the hardest yet. But I really do believe that we're entering the last phase of the struggle. Johnson belooft tegen midden februari, begin maart te kunnen versoepelen als meer mensen gevaccineerd zijn. Nu zijn er al 1 miljoen Britten ingeënt, maar dat moet sneller, want de besmettelijke variant van het coronavirus grijpt nu snel om zich heen. Dat merken ze aan het record aantal ziekenhuisopnames. This used to be our cardiothoracic intensive care unit. It's 21 beds. And for probably since the beginning of December. This has been a COVID intensive care unit. Er zijn nu bijna de helft meer COVID-patiënten in de ziekenhuizen dan tijdens de eerste piek in april. It's my worst, the first Monday after Christmas and New Year's, and it's been one of the worst shifts of my entire life. Intense. I'm looking after many more sick patients than I'm normally look after. It's just overwhelming, the whole situation. En uit Duitsland is op als het nieuws binnengekomen dat hun lockdown verlengd wordt tot 31 januari. Bondskanselier Merkel heeft dat beslist in overleg met de 16 deelstaten. De horeca en niet-essentiële winkels blijven dicht, ook scholen blijven dicht. Online lesvolgen en thuiswerken is nog de hele maand de norm. En voor de zwaarst getroffen plaatsen worden de maatregelen verstrengd. Daar mogen mensen zich nog maximaal 15 kilometer van hun woning verplaatsen. Vandaag wordt in de VS beslist hoeveel slagkracht de nieuwe regering van Joe Biden zal hebben. En dat gebeurt in de staat Georgia. Daar worden de twee senaatzetels van de staat nog verkozen. Die moeten naar de Democraten gaan, wil Biden zijn beleid de komende jaren goedgekeurd krijgen in het parlement. Wil hij met andere woorden iets kunnen doen. Een belangrijke verkiezing dus. De stembureaus zijn nog open tot vannacht 1 uur onze tijd. En de peilingen beloven voor beide zetels een nek-aan-nek-race. Onze correspondent Björn Soenes ging naar de laatste campagnebijeenkomsten van twee van de kandidaten. Een republikeinse kiesrally indoor in Carrollton, Georgia. Sommige van de mensen hier zonder mondkapje. Kelly Loeffler is de allertrouwste Trump-senator. Ze gaf $1 miljoen aan de Trump-campagne. You know, I say God bless America and God bless Donald J. Trump. Loeffler woont in het duurste huis van Atlanta in de wijk Tuxedo Park. Ze werd rijk met belastingadvies op de Cayman-eilanden. She's nearly a billionaire, isn't she? Well, that's fantastic. Yeah, I mean, I'd like to be. You know, I wish my kids would do that. You know, so I don't begrudge her any of her money. Loeffler oogst succes met de Trump-agenda. Ze maakt kiezers bang voor de Democraten. We're going to stop socialism in America. We're going to show America and the world that Georgia is a red state. And together we're going to save America. Even verderop, een heel andere wereld. In deze baptistenkerk van Atlanta was Martin Luther King ooit de beroemde predikant. Hij werd hier ook begraven. Nu is Raphael Warnock de hoofdpredikant van deze kerk. Hij is ook kandidaat-senator voor de Democraten. Rivendell, are you ready? Warnock-supporters komen samen op een parking in Riverdale. Allemaal met mondmasker. Campagne in coronatijd. I am excited, rejuvenated, exhilarated for all the changes in the world here in watching us here in Georgia. Are you ready? Ready for affordable health care? Ready to win this election? Ready to turn Georgia blue? De centrale boodschap van en voor kiezers hier. Breng je stem uit. You got to get out of your comfort zone. Get up, go out, vote. Vote, vote. Democrat Warnock voert campagne als een predikant. Let's work together, let's march together, let's stay together, let's pray together, let's vote together, let's win the future together. God bless you. De verkozen president Joe Biden is zelf nog campagne gaan voeren in Georgia om de democratische kandidaten te steunen. En de huidige president Trump deed hetzelfde voor de Republikeinen.
Maar Trump had het toch vooral over zijn eigen verkiezingsstrijd. If the liberal Democrats take the Senate and the White House, and they're not taking this White House, we're going to fight like hell, I'll tell you right now. Trump kon zich moeilijk aan het script houden op de volgepakte meeting die hij bezocht. En hij kwam altijd terug op zijn eigen gevecht voor het Witte Huis. Biden won dat gevecht, maar het congres moet die zegen morgen nog officieel maken. En daarin kan de vicepresident Mike Pence als voorzitter van de Senaat nog een belangrijke rol spelen. Trump zette Pence nog even onder druk. I hope that our great vice president... Our great vice president comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much. De rol van Pence morgen is vooral ceremonieel, tenzij ook hij beslist om de overwinning van Biden alsnog in twijfel te trekken. Joe Biden zelf was ook in Georgia. Zonder Trump te noemen, haalde hij uit naar de president die de macht nog altijd niet uit handen wil geven. Politicians cannot assert. Take or seize power. Power is given, granted by the American people alone. Björn Soenes, hallo. Jij bent in Atlanta, Georgia, aan een kiesbureau daar. Ja, Mike Pence, wat kan die Biden nog in de weg leggen? Eigenlijk niet veel. De president hoopt dat. Hij heeft een uur geleden nog een tweet de wereld ingestuurd waarin hij zegt dat Mike Pence als voorzitter van de Senaat morgen die speciale congreszitting kan beslissen om de kiesmannen die zijn aangesteld, die de verkiezingsuitslag hebben bekrachtigd en de gouverneurs die dat hebben bekrachtigd, dat hij alternatieve kiesmannen kan aanstellen. Dus andere kiesmannen. Maar dat is een leugen. Een wet uit 1787 over het tellen van de stemmen zegt dat de vicepresident die resultaten kan openmaken. Die resultaten van de kiescolleges worden morgen opengemaakt. Hij leest die voor. En als er bezwaren worden geuit door senatoren of leden van het Huis van Afgevaardigden, dan is er een meerderheid nodig bij die twee om tot een stemming te komen om die resultaten te verwerpen. Maar Mike Pence zelf kan niet op eigen houtje als voorzitter van de Senaat zeggen we verwerpen de uitslag zoals hij er is en we stellen nieuwe kiesmannen aan. Dan hebben we een joekel van een constitutionele crisis. Dan is dit eigenlijk min of meer een coup, een staatsgreep. Ja. Nu, die verkiezingen nu voor die twee senaatszetels, Björn, wordt dat ook zo'n moeizame procedure van tellen en hertellen van de stemmen, zoals we gezien hebben in het najaar? Of gaan we het snel weten? Wel, het blijkt dat het een nek-aan-nek race wordt. In de peilingen ligt men minder dan 1% uit elkaar. Als we weten dat Joe Biden hier deze staat gewonnen heeft, op een totaal van 6 miljoen uitgebrachte stemmen, heeft hij amper 12.000 stemmen meer gehaald, 0,2%. Als het opnieuw nek-aan-nek wordt voor die twee senaatsraces, vrees ik dat ik aan het Vlaamse publiek moet zeggen dat ze morgenochtend niet moeten verwachten dat er al een duidelijke uitslag is. Het zou weer dagen kunnen duren. En, Annelies, als het maar een 0,5% zou scheren, dan kan de verliezende partij een hertelling vragen. Dus we zijn nog niet thuis. Nee, dat hoor ik van jou. Dank je wel, Björn. En dan weer naar eigen land. 10 verdachten van de aanslagen van 22 maart op de luchthaven en in de Brusselse metro zullen moeten terechtstaan op het assiseproces over de aanslagen. Dat heeft de Raadkamer beslist. Ze moeten zich verantwoorden voor 32 terroristische moorden en zowat 700 pogingen tot moord. Het proces zal wellicht pas ten vroegste in 2022 starten. Slechts enkele slachtoffers van de aanslagen en advocaten van verdachten kwamen vanmorgen naar de Raadkamer. Op de zitting achter gesloten deuren vernamen ze wie er voor het Hof van Assise zal moeten verschijnen. De Raadkamer heeft besloten uiteindelijk om 10 personen naar het Hof van Assise te verwijzen en heeft 3 buitenvervolgingsstellingen uitgesproken. Voor 10 verdachten zijn er dus genoeg aanwijzingen dat ze betrokken zijn bij de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en in de metro in Maalbeek. Onder hen deze 5 meest bekende verdachten: Attar, Abrini, Krayem, Abdeslam en Ayari. Ook 2 broers die een appartement in Etterbeek ter beschikking stelden van de daders moeten voor assise verschijnen en niet voor een correctionele rechtbank zoals het parket had gevraagd. Goed nieuws vindt een van hun advocaten, want hij gelooft dat een volksjury zijn cliënt zal vrijspreken. Eender wie mijn cliënt meer dan 1 of 2 uur ziet en met hem spreekt, begrijpt onmiddellijk dat die man daar niets mee te maken heeft en dat hij dat allemaal afschuwelijk en afgrijzelijk vindt.
Voor de slachtoffers van de aanslagen is met deze uitspraak van de Raadkamer een belangrijke stap genomen richting proces. De beslissing van de Raadkamer leest als een handleiding voor de jury in de toekomst, bij manier van spreken, heel gedetailleerd. Wordt gewezen op de passages in het dossier waar men bewijzen eventueel kan vinden. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on aura tous les protagonismes ensemble à un seul procès, sur le fond. Je pense que c'est une bonne chose pour la justice et pour comprendre ce qui s'est passé. Aster, het is aan jou. Met voetbal eerst. Antwerp heeft een nieuwe trainer en het is een naam die we kennen. Ja, een vertrouwd gezicht vanmorgen op de Bosuil. Annelies, maar het blijft toch verrassend om dat gezicht daar te zien. Want hij zei dit seizoen al nee tegen Racing Genk. Vorige week nog nee tegen Standaard. Maar nu dus wel volmondig ja tegen Antwerp. Frank Verkouteren is terug. Een klein half jaar nadat hij bij Anderlecht opzij geschoven werd voor Vincent Kompany. Verkouteren tegen tot het einde van het seizoen, maar heeft absolute intentie om langer te blijven. Verkouterens laatste job was bij Anderlecht. Een paar maanden geleden wees hij om familiale redenen Racing Genk nog af. Nu hapt hij wel toe bij Antwerp als nieuwe trainer. Ik alleen ken de waarheid en ik alleen weet wat ik voel, wat ik wil doen en wie mij kan overtuigen. En ik denk dat dat het belangrijkste was. De omstandigheden waren heel speciaal. Anders had ik eerst familiaal, anders had ik nu misschien in Genk gezeten. Maar het is dus Antwerp geworden, voorlopig met een contract voor amper 5 maanden. Ik wil er wel aan toevoegen dat niet de bedoeling is van dat bij die 5 maanden te laten. Maar daar zullen we zo snel mogelijk een beslissing over nemen en van zodra we meer weten van de andere kant. Meteen beginnen kan Verkouteren niet. Het is nog even wachten op zijn eerste training op de Bosuil. Verkouteren komt over uit Rusland en hij houdt zich aan de coronaregels. Ik heb getest in Rusland voor een vertrek, wat eigenlijk niet verplicht was. Maar we gaan zorgen dat die noden allemaal ingevuld worden zoals ze moeten ingevuld worden. En vandaag nog getest worden opnieuw, al is de andere test maar 2 dagen geleden. Maar daar gaan we natuurlijk voldoen aan de... aan de noden van de verschillende organisaties. Ja, en toch over dat onderwerp. Er was wel wat te doen vandaag over het feit dat Verkouteren niet meteen in quarantaine is gegaan. Hij kwam nogthans uit de rode zone, waar hij meer dan 48 uur verbleven had. En effectief, dat had gemoeten. Antwerp heeft hem dan maar meteen na zijn coronatest opnieuw in quarantaine geplaatst. Maar dat doet de vraag rijzen, wat met voetballers die in deze koopjesmaand naar ons land worden getransfereerd? Moeten die allemaal een week in quarantaine? Wel nee, voor elitesporters geldt in principe een aparte afspraak, tenminste als ze van testomgeving naar testomgeving verhuizen. Dat wil zeggen in mensentaal, van de ene naar de andere club. Goed, gisteren vertelden we hier het verhaal van Eupen, dat als enige ploeg helemaal geen winterstop kent, maar voor enkele andere ploegen, zoals er is in Genk, is het eigenlijk niet veel beter, want Genk speelt bijvoorbeeld morgenavond tegen Eupen, amper 1,5 week na zijn vorige wedstrijd. Het is het begin van een reeks van 7 wedstrijden op 25 dagen. Een drukke reeks en een hele belangrijke, want Genk blijft dé uitdager van Leider Club Brugge. John van den Brom heeft de laatste training met zijn ploeg achter de rug. Vanaf nu wordt het in januari een rollercoaster aan matchen. 7 in 25 dagen. Ik ben heel blij dat we een volledig fitte selectie tot ons hebben. Voor spelers, dat heb ik al genoeg gehoord, ook van de jongens, dat ze dit niet liever willen dan zoveel wedstrijden spelen. Want dat betekent dat de intensiteit in de trainingen natuurlijk lager komt te liggen en alles in de wedstrijden. Het probleem gaat zich altijd voordoen, omdat de wedstrijden heel snel op elkaar komen. Als je een tikje krijgt, dat de hersteltijd naar de volgende wedstrijd te kort is. Als Genk morgen wint, nadert het tot op 1 punt van Club Brugge. Genk begint het nieuwe jaar dan haast als enige uitdager van het onaantastbaar gewaande Club Brugge. Ik durf ook te zeggen dat wij, als wij goed zijn, en dat zijn we heel veel geweest de laatste weken, dan hoeven wij echt voor niemand te verliezen. En wat ik nu zeg, dat probeer ik ook naar de jongens duidelijk te maken. We kijken niet naar anderen, vind ik. Dat heeft helemaal geen zin. Ik vind dat je maar naar één ding kan kijken en dat is naar jezelf. Tweede plaats, ook voor mij telt dat niet. Je gaat altijd voor het maximale, het hoogst haalbare. En alleen, het moet wel reëel zijn. En als een tweede plaats het maximale is, dan kun je ervan genieten. Maar als er meer in had gezeten, dan baal je er nog steeds van als je tweede wordt.
In korte tijd heeft Philippe Clément met Van den Brom, Van Hazenbroek en dus nu ook Verkouteren kampioenenmakers als collega's of concurrenten gekregen. Van den Brom ziet het allemaal graag gebeuren. Mooie collega's, goede collega's. Ook collega's die ik toen al tegenover heb gehad. Dus ja, is alleen maar mooi. Dus betekent dat dat zeker de clubs veel aan doen om goede mensen aan de lijn te hebben. Dus dat is alleen maar, ik vind dat alleen maar mooi om te zien. Dan toch wat goed nieuws voor Hans van Aken. De spelmaker van Club Brugge heeft in beroep strafvermindering gekregen. Hij is nu 3 in plaats van 4 speeldagen geschorst. Effectief geschorst. Er is er nog eentje voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat Van Aken de wedstrijden tegen Sint-Truiden, Beerschot en Oostende zal missen. En dat voor deze overtreding tegen Eupen en ook voor de scheldtirade die daarop volgde tegen de scheidsrechter. Tegen Genk zal hij er wel bij zijn. Mauricio Pochettino, de kersverse trainer van Paris Saint-Germain, heeft zijn allereerste persconferentie gegeven. PSG speelt morgenavond bij Saint-Étienne. Dat wordt zijn eerste wedstrijd aan het roer. En de Argentijn is nog altijd in de wolken met zijn nieuwe job. Hij spreekt zelfs van een kerstgeschenk. Ja, Papa Noel heeft een groot werk gedaan en me heeft de mogelijkheid de estar in deze grote club. In een club die ik al sinds 20 jaar kende. Cumplir un sueño también para mí personal de haber jugado en este gran club y después de 20 años poder volver a esta casa. De Zwitser Mark Hirschi verlaat met onmiddellijke ingang zijn ploeg DSM, het vroegere Sunweb, waar hij nog een contract had tot eind 2021. Naar welk team de winnaar van de Waalse Pijl overstapt, is voorlopig nog niet bekend. En in de Dakar Rally had leider Stefan Peter Ancel af te rekenen met pech vandaag. De Franse toprijder reed lek, maar blijft na deze derde etappe wel aan de leiding. Voor onze Tom Kolsoel en Bernhard ten Brinke zit de race erop. Een zware crash, het wrak valt niet meer te repareren. Een bekend gezicht vandaag op de corona-afdeling van het ziekenhuis in Geel. Tuur Dierks, speler van Westerlo, ging een handje meehelpen, maar hij deed dat niet zomaar. Het was een straf van zijn ploeg. Dierks had enkele weken geleden een lockdownparty georganiseerd in zijn appartement. Een van de straffen was dus een bezoekje aan het ziekenhuis. En dat heeft duidelijk indruk op hem gemaakt. Geen trainingspak voor Tuur Dierks vandaag, wel beschermende kledij voor zijn bezoek aan de COVID-afdeling in Geel. Het is een van de straffen voor de lockdownparty die hij enkele weken geleden gaf. Dat het zo in de media is verschenen, dat ik een beetje aan de schandpaal ben genageld, dat is spijtig, maar bon, dat werkt zo. Maar ik vond dit ook heel belangrijk en ik ben achteraf zeker blij dat ik dit heb gedaan, omdat dit inderdaad van al hetgeen wat er is geweest de afgelopen weken, dat wel het meest is waar wij zal bijblijven en ook het belangrijkste is uiteindelijk. Dirk sprak in het ziekenhuis met patiënten zoals Guy, die bijna een jaar na zijn coronabesmetting nog steeds aan het revalideren is. Ik mag eigenlijk dankbaar zijn dat ik het overleefd heb. Maar er moet nog het een en ander gebeuren. Wil ik terug kunnen functioneren. Het is wel binnengekomen om eerlijk te zijn. Ik besefte wel dat het ernstig was. Maar het probleem was vooral dat ik ken heel veel mensen die corona hebben gehad. Maar nooit iemand die echt er doodziek is van geweest of dat het op het sterven naar dood was. Dus als dat ver van je bed is, dan realiseert je dat niet zo en dan sta je daar niet zo bij stil. De voetballer excuseerde zich ook bij het ziekenhuispersoneel en dat werd op prijs gesteld. We hebben dat toch wel een beetje verwacht. Ja. Er zijn verschillende mensen die toch wel echt kwaad gereageerd hebben op dat feestje dat georganiseerd is. Dirks is niet de enige voetballer die de coronaregels aan zijn laars lapte. Hij wil wat hij gezien heeft dan ook doorvertellen om te beginnen aan zijn ploegmaat. Ik had sowieso de vraag kijken hoe het was en ik had er wel... Ik ben meestal de grappige en de amusante, maar ik zal er wel serieus over spreken. Man. We ronden af met heugelijk nieuws uit dit wielrennen. Want Wout van Aert en zijn vrouw Sarah zijn de trotse ouders geworden van een zoon. George van Aert werd gisteren geboren. En de timing van de geboorte komt eigenlijk nog goed uit voor de sportieve ambities van de kersverse papa. Wout zal namelijk aan de start staan van het BK-veldrijden komende zondag in Meulebeke. Daar is hij ook favoriet. En ik kan je toch geen betere motivatie vinden, denk ik, dan een eerste zege voor zoon George. Dat is een mooie naam trouwens, vind ik. Ja, de zege zal inderdaad voor hem zijn als er een is. Als er een is. Toon mij uw afval en ik zal zeggen hoe u leeft. De afgelopen kerstvakantie bijvoorbeeld, daarvan staan de bewijzen deze week op straat. En in tijden van corona is dat veel glas, leeggoed, omdat we niet op café of restaurant kunnen. En veel papier en karton, omdat we zoveel laten leveren in dozen. We gingen mee op ronde met de afvalophalers in Gent.
Lege wijnflessen, pintjes en andere feestdranken. Niet verrassend dat die na kerst en nieuw voornamelijk in ons glasafval zitten. Met die corona en al, hè. Dus ja, de mensen drinken allemaal thuis. Ja, cafés en restaurants zijn dicht. Dus ja, dat is meer dan normaal dat we ermee buiten. We hebben ja 20-30% meer. Dus dat is al een porske meer, hè. Het is nu nieuwjaar geweest, hè. Mensen zijn thuisgebleven. We zien dat er enorm veel glas wordt aangeboden. Dat is natuurlijk jaarlijks zo, maar dit jaar is het wel extreem veel. Gisteren zagen we 20% meer glas aangeboden dan vorig jaar op dezelfde dag. De hele coronaperiode hadden ze al 8% meer glasafval hier in Gent. Maar de feestdagen thuis hebben daar dus nog een pak bij gedaan. En ook papier en karton gooien we meer weg. Hier een paar laatste maanden, dat ben echt druk te worden. Veel papier en karton, echt, ja. Cadeautjes, mensen dan iets bestellen en zo, dus ja. En soms is dat echt over. Gisteren hadden we 67 ton papier ten opzichte van 64 ton vorig jaar. Dat is dus wel iets meer. Maar ik denk dat ook de samenstelling wel wat wijzigt. Dat we meer karton, kartonverpakkingen, meeneemvoedsel, geschenkverpakkingen, huis-aan-huisleveringen, dat dat toch wel merkelijk meer is. Dit nieuwe normaal van niet op restaurant gaan en takeaway betekent duidelijk extra werk voor de huisafvalophalers. Hoog tijd dat we terug kunnen naar het oude normaal. Ik denk dat iedereen daar naar uitkijkt om terug op restaurant te kunnen gaan en niet thuis gekluisterd te zitten. Het weerbericht dan nog. Veel wolken vannacht met kans op wat lichte regen of motregen en lichte sneeuw in de Ardennen. De minima liggen tussen -4 en +3 graden. Morgen nog altijd veel bewolking met kans op lichte neerslag, maar misschien ook enkele opklaringen in het westen en het centrum van het land. Maxima morgen tussen -2 en +4 graden. Ons land versnelt volgende week de vaccinaties tegen corona. Tegen het einde van deze maand zullen alle bewoners en personeelsleden van de Vlaamse woonzorgcentra ingeënt zijn. Dat is sneller dan eerst voorzien. Hartelijk bedankt voor het kijken. Heel graag tot later. De boodschap is voorzichtig begonnen. Dat is heel goed. Dat was ook onze uitdrukkelijke vraag van voorzichtig te beginnen. Goed te testen of het allemaal goed werkt. Maar als de start goed genomen is, dan moet men natuurlijk volle snelheid nemen. En dat betekent dat we de ambitie hebben om tegen eind januari alle personeelsleden en alle bewoners in de woonzorgcentra in Vlaanderen te kunnen doen. Eigenlijk mogen we op een bepaald moment geen vaccins ongebruikt in de diepvries laten liggen. Die moeten allemaal zo snel mogelijk gebruikt worden. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.